Hey Dennis. Hey Nicky. Aflevering 66 alweer. Ja, ja. In, inderdaad. En uh, ja, een, een aflevering uh, waarin we terug in de tijd gaan. Ja, we zitten niet in een DeLorean, of misschien weer wel. Oh, we weten, we weten Ergens niet. vandaag misschien. Misschien, misschien. Ja, we gaan het vandaag hebben over Universal Studios Florida. En uh, dan het, het openingsjaar van ja, hoe zag dat park er toen uit? We kennen het park uh, uh, hedendaags met alle nieuwe IP's. en uh, ja. de Transformers en de ja. mummies. Maar en hoe, hoe is ook... het nou geweest om daar in 1990. En we doen eigenlijk ook, uh, we blikken even terug. Ja. En we maken een rondje door het park. En natuurlijk weten wij ook, dat gaan we zo ook nog terug gaan, maar het begin was niet zo goed van het park. En er, was hoop, er ging een hoop mis. Ga je nu al teasen wat, een beetje. wat, wat we kunnen vervatten? Ik ga een beetje. Maar het rondje straks, dan gaat alles goed. Ja, oké. Okay. Nou, we trekken onze goede schoenen aan en dan gaan we zo direct lekker ja. een rondje lopen. Want ja, we gaan, we gaan terug naar 1982. Ja. Ja, toen waren wij er nog niet. Nou, toen stond nog niet eens in de planning. <laughs> je was ook niet onderweg ergens in planning. Nee, echt niet. Nee, nou, ja. ja, toen kwam de aankondiging van Universal Studios Florida. Die uh, zouden een, uh, een nieuw park gaan openen uh, vanuit het, uh, het Hollywood verhaal van uh, dat je met een tour ging. Zou het nu echt naar een nieuw park komen? Ja, en wat kiezen je als nou locatie? Een echt themapark. Een echt themapark. Dan ga je natuurlijk in de buurt zitten van uh, Walt Disney World. Ja. Dus we ja. naar Florida. Ja, en, en wat nog wel interessant is natuurlijk... is dat Universal heeft er vaak over nagedacht. Kunnen we dit doen? Kunnen we dit niet doen? Kunnen we het wel? Kunnen we het niet? En eigenlijk is het confrontation... Hè, tijdens onze confrontation aflevering... dat de deel van de studiotour... en de, de, de earthquake scène... waar voor Universal eigenlijk wel dingen waarvan ze dachten... Hey, Misschien kunnen we dit wel in een heel pretpark gieten. Hè? Lang getwijfeld doen we het wel, doen we het niet. Uh, natuurlijk nog de beroemde quotes van uh, George Lucas tegen Steven Spielberg... Uh, toen de opening van Star Tours was, van ja, Universal... Ja, ja, could never build anything like this. Ja, dat dacht Spielberg wel anders over. Ja, ja, ja zeker ja, weten. Toch een belangrijke schakel. Ja, uh, 1982, dus uh, men begon uh, land te koop te gaan ontwikkelen... En uh, vijf jaar later kwam in één keer, uh, kwamen de buren met een aparte aankondiging. Hè? Ja, 1987 uh, deden de CEO van de Walt Disney Company, meneer Michael Eisner. Um, een aankondiging dat Disney een filmthemapark ging bouwen in Florida. Ja. Ja. En laat diezelfde meneer Eisner nou net als CEO van Paramount Pictures aanwezig zijn geweest bij een pitch meeting van Universal. Waarbij ze aan Paramount vroegen: jongens, wij willen een filmpretpark bouwen. Maar we hebben misschien nog wat extra IP's nodig. Hebben jullie daar wat? Kunnen jullie ons daarbij helpen? Ja, en Eisner die pakte een, een bloknootje en die schreef op Filmpark. Filmpark is in Florida. Ik ja? ga binnenkort toch word ik de nieuwe CEO van Disney. Misschien kan ik dat toch gebruiken. Ja, waar. Uh... Disney-MGM Studios, zoals het toen heette. Hein? partnership ook met, met MGM voor in elk geval de, 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 de catalogus. Het nu, huidige, het nu huidige Disney's Hollywood Studios. Ja, voornamelijk eigenlijk een, uh, een 3,5 uur durende tramtour was. Um, en eigenlijk niet echt attracties. Je ja, had de Great Movie Ride en that's it. Ja, ik zit even te denken. De Great begin, Movie Ride uh, en, de, en de Studio Tramtour. Tour. zou er meer echt ook een beetje ook back ja ja shows ja dingen, wat shows zien. het is echt ja. een werkende filmstudio moest het voorstellen um, en bij Universal was het idee see the stars ride the movies je moet echt in de actie uh, uh, attracties zoals de wereld ze nog nooit heeft gezien technologisch baanbrekend de lat uh, gepakt en en 100 meter hoger gelegd met daar ook de bijkomende problemen ja nou, daar komen we zo direct wel op, want uh, het uh, project ging van start. Uh, het was nog steeds natuurlijk, uh, men ging bouwen, ondanks dat Disney ook een uh, soortgelijk park om de hoek ging bouwen. Er was een budget van 630 miljoen dollar om de uh, ja. hele University of Florida te bouwen. Ja, of twee Hagrid's. Uh, ja, zo kan je het zien. Ja. Ja, het, het was toen al een flink bedrag, denk ik, rond die tijd. Ja, Ik denk als je dat nu met de huidige dat je dat je zo dubbele dat je 1,2, ja. 1,3 miljard weer sowieso kwijt. Minimaal, minimaal. Tijdens de bouw, je zei het al, heel veel problemen met uh, de nieuwe ritssystemen wat Universal ontwikkelen. Ja, en de buren Disney deden dat eigenlijk veel sneller. Uh, dat is nu wel uh, anders uh, tegenwoordig. Maar toen bouwde Disney sneller. Want Universal ja, die had niet echt ervaring in attracties bouwen. Disney nee. deed dat natuurlijk al jarenlang met Disney World en Disneyland. Nee. En we hebben natuurlijk we hebben al verschillende shows gemaakt. We hebben een show gemaakt over Jaws en over de geschiedenis. En alles wat daar fout is gegaan. Geen uh, fout. Ghostbusters, uh, alles wat daar fout is gegaan. Uh, uh, Kong. Ja, ook. ook er drie luik van gemaakt. Alles wat daar fout is gegaan. Dus, dus er ging nogal wat fout in de begin. Ja. Dat kan geen fout Maar dat is goed lesgeld. Ja, het is, ja, het is, ja, is een beetje lastig, maar uh, daar leer je Zoals, wel Zoals, uh, 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 hoe heet die ook weer van de gloeilamp? Edison zei. Ik heb, ja, ik heb, zoveel, manieren om ik heb het... zoveel manieren gevonden om geen gloeilamp te maken. Ja, nou, nou. De Universal heeft zoveel manieren gevonden om geen pretpark te bouwen. Exact. Ze hadden een 43 hectare grote kavel waar uh, University of Florida op gebouwd werd. Dit project bestond uit, uit, uit twee partijen. Dat was 50% was het MCA Universal en 50% was het The Rank Organization. Dat was een soort ontwikkelingsbedrijf uh, die ook al investeerde in Hollywood, althans in, in de filmindustrie sinds 1937, heel oud bedrijf. Zijn wel in 1996 toevallig, een paar jaar na de opening van uh, Florida, failliet gegaan, uh, gestopt. Ik weet niet zozeer wat er met die aandelen, of die allemaal nu volledig naar Universal gingen toen. Want er is heel veel geschoven in de beginjaren met Universal. Geen, hè, geen idee. Geen idee. Maar het is toch wel interessant, omdat het toch een soort uh, uh, joint venture was om dat op te starten. Ja, zoals je net al zei, see the stars, write the movies, uh, no one makes believe like we do. Ja, die slogan vind ik niet zo sterk. Nee, dat no vind ik one... beetje, niemand maakt geloof zoals wij. Dat is een beetje de slogan van de Holy Land Experience, <laughs> die ook dicht is. Ja, <laughs> ja. Slechte slogan. Een beetje raar. Uh... We gaan nu uh, naar het, het openingsjaar toe. Waar nou, we, de beelden ja. kent iedereen wel van het openingsjaar. die een beetje van Universal houdt. Van Steven Spielberg. die daar zijn een praatje deed. en de, het lint doorknipte. Ja, ja, op 7 juni 1990. Echt ja, ja, zo'n heerlijke jaren '90-stijl. met iedereen in. in, in, in de, Ik ben jaloers op het trainingspak wat Steven aan heeft. Ja, uh, we hebben een soort witte broek. en een jasje. en een, ja, en een witte ja, cap of zo. Ja, gaaf, gaaf, gaaf. En ja, uh, daarna had hij nog opnames voor uh, Miami Vice. Ja, dat idee is het een beetje. Ja, ja precies. Zullen we het naar de aankondiging luisteren van hoe dat park toen de tijd in de markt ja, werd gezet zeker. en dan gaan we daarna in als een soort tijdmachine staan we in één keer in 1990. Beginning in May 1990, entertainment will never be the same. That's when you'll play a starring role in an awesome array of attractions based on the greatest motion pictures in Hollywood history. Whether you're soaring through the sky with E.T., rocketing at the speed of light in Back to the Future, or facing the howling, growling fury of King Kong, for the first time you will feel what it's like to ride the movies. This is Universal Studios Florida, the only studio with 75 years of great movie-making experience behind it. The only studio that will take your imagination and hold it captive for days on end. Universal Studios, Florida. Premiering in Orlando, may 1990. Come see the stars en ride the movies. Ja, ja, daar staan we. Ja, Nicky. En, en ik, ik heb. Moet je, ik heb ook... moet je ook een beetje een hoog stemmetje hebben. we <laughs> ik was toen vijf. Jij... Uh, 1990 was ik ook vijf. Ja, vijf. Ja? Uh... Hallo. Ja. <laughs> ja, nee, ja, uh, Nicky, we, we staan hier nu. Ik heb, ik heb mijn windbreaker heb ik aangetrokken. Ja, lekker veel mijn, kleurtjes. Ja, neonkleurig. Ja, ja, ja. neonkleur. Ik heb mijn LA Gears aan. Oh, ja. Met lampjes? Ja, met lampjes, sowieso. Ja, ja. ja. En we staan in Dit de is in de hete, he? ja, we staan in de hete Floridazon en uh, we gaan uh, een rondje met onze luisteraars door het park doen, wat ja. wel ze in eerder afleveringen hebben gedaan. Maar dan nu in 1990. 1990, dus, uh, dus. hoe was hoe was nou als pretparkliefhebber toen was Amerika was echt ver, dat hemelsbreed is net zo ver, maar toen was de wereld eigenlijk veel groter. Toen ging je niet zomaar even die kant. Nee. Het was echt iets speciaals. Je, je je herkende eigenlijk alleen de filmwereld. Daar zag je Amerika in, in tv-programma's. Ja, ja, ja echt hè? Het, he? het was bereikbaar. Maar we staan voor de entree, de main entrance. Ja, de, de grote arch. En het eerste dat opvalt, de kleur is volledig anders. Ja, het is als een, een ars, beetje, beetje een grijs. grijs. Ja. Hij is kleiner. Uh, ja, het is wel een stuk minder imposant eigenlijk. Het is meer een echte... Uh, uh, normale studio-gate, zoals je die bij heel veel uh, filmstudios in Amerika hebt. Best wel gelijk aan de gate in Hollywood, qua castel. Die is ook wat meer toned-down ja. als de huidige versie. Ja. Want ja. In, uh, pas over acht jaar, want het is nu 1990, ja. in 1998 komt eigenlijk de gate zoals we hem nu kennen, de Arch. Ja, ja. ja. ja en, en dit gaan we nog wel een paar keer vaker doen: dat we even uh, back in time. Nee, gaan. Uh, nou, we gaan niet back in time, we gaan vooruit in de tijd. Ja, maar dus weer terug. Naar de toekomst. We have to go back, uh, maar Heel veel dit go voor back de luisteraars. To the future. Laten we naar binnen gaan? Ja. Ja, en dan komen we meteen aan in The Front Lot. Um, wat, wat de mensen nu kennen als het gebied waar de Minions uh, de baas zijn. En dat is eigenlijk altijd wel een beetje het gebied geweest... waar tekenfilmfiguren de baas zijn. Um, met The Fantastic World of Hanna-Barbera. Ja. Dat zat op die plek, was ook een, een simulator, uh, is het nu. Want we zijn in 1990. Uh... Die, die, die attractie is niet veranderd. Nee. De Minions attractie nu is nog exact dezelfde attractie. Alleen met wat aanpassingen qua decor en qua film. En de projectie is mooier en beter ja. en het scherm is iets groter. Maar het idee van de attractie, één groot filmscherm... met daarvoor een, een shitload aan kleine simulators... die in dit geval door de, de fantastische wereld van Hanna-Barbera... Ja, en dan meteen weer Hanna Barbera, Nicky, Wij zijn daar allebei opgegroeid. Ja, Flintstones maar op. Yogi Bear, de ja. uh, Jetsons. En dat was ook uh, het thema van de attractie hè? dat je geloof met de Jetsons door die hele wereld heen ging vliegen. Best wel vooruitstrevend ook met wat computeranimatie uh, uh, ook erin. Ja. Zeker voor die tijd. Ja, intussen eigenlijk wat later uh, de Minions-attractie wordt, heeft tussentijd ook nog Jimmy, Jimmy Neutron. Neutron uh, Ik zei Nick Toonblast. En dan zie je toch ook weer dat, dat uh, en dat is ook wel de rode draad bij Universal. What's hot? What's now? We need it. Hanna-Barbera was echt in de 90s, dat was kindertv. Ja. Daar keek je naar. De teken van zin, Yogi Bear en noem het allemaal op. Uh, daarna Nickelodeon. Jimmy Neutron, uh, uh, SpongeBob SquarePants. Uh, uh, nou, noem het allemaal, op, Fairly Old Parents. En nu? Illumination. Minions. Een ja, ja, dus, nieuwe, nieuwe generatie. Ja, de, de vraag is nu eigenlijk: wat wordt de volgende IP die daar. Uh, maar, Dat is iets het, voor een toekomst. De, gaf, de, de, levering, de, de minions nog wel even blijven ja. zitten. Um, en, en dan loop je eigenlijk meteen door naar Production Central. Ja, het, het gebied waar eigenlijk best wel veel uh, echte klassiekers zaten. Als je denkt aan het, het klassieke uh, Universal 1990, dan zien we hier om ons heen. Die type attracties. En dan ja. ga ik gelijk naar een, een, een persoonlijk favoriet. Ik ben een liefhebber van Alfred Hitchcock. En dan had je over. Het nee, je Hitchcock... bent een hebben van die van Staltige Matronic in uh, Fantasialand. Ja, die is goed. Ja, die is goed, die is goed. <laughs> nee, maar ook gewoon. Elve Hitchcock, gewoon een uh, legendarische film. Ja, ja, ja. Daar had je The Art of Making Movies. Dat was een, 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 ja, een, een interactieve show. Waar men uh, decorstukken zag van uh, Hitchcock-films. ook mee kon doen. Dus een beetje participatie vanuit het publiek. Uh, ja, echt het oude. Ja, wat ik bij een, een filmpark, wat je ook in moviepark vroeger had, ja, weet je wel, dat Ja, soort, ja, dat ja soort van effect. hoe wordt een film gemaakt en even ja. alles stopzetten en en kijken ja. wat er achter de schermen. Wat in feite de basis was van Universal Studios Florida als dit park. Ja, ja films, films maken. Um, het enige nadeel is nu, dankzij deze shows, dat hele showbeelden nu vervloekt. <laughs> in feite wel, ja. Ja, ja, ja. Dat, dat is een soort urban legend, hè? Dat uh, uh, ja, de. Showbuilding is vervloekt door Hitchcock. Ja, een rare, ja, rare ja. zaken. Ja. Ik, uh, de, de gebeuren daar rare dingen samen. Ja. Lichten gaan knipperen. We, op het gebied waar we nu staan, als we eigenlijk even weer helemaal naar links kijken, waar we in de toekomst uh, de Hollywood Rip Ride Rocket zien, ja. uh, zien en in de toekomst ook uh, is nu alweer weg uh, de Blue Man Group. De theater, ja, ja, ja. ja. Daar hadden we natuurlijk de Nickelodeon studios. Ja, inderdaad, ja. En dan kon je, kon je live werden daar allemaal tv-shows opgenomen. Ja, ja echt, uh, echt 90's tv, kids-tv. Ja, uh, ja, ja. ja, 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 ja. Dingen die wij niet echt hebben gezien in Europa. Nee, het maar, was een ja, beetje Telekids van toen. Nou, nou, je, je ziet met de kennis van nu, zie je dat ze uh, vanuit Telekids daar best wel hebben lintjebuur gespeeld. Dat ze best ja. wel veel dingen hebben gekopieerd uit die succesvolle Amerikaanse Nickelodeon-shows. Uh, maar dan met een heel Hollandse uh, sausje en met Mona-attracties. Uh, ja. <laughs> ja, wie is niet groot geworden met Harry de Hengst? Um, Harry is de allerbelse kabel. Wat wel heel leuk is, is dat uh, uh, als je nu in 2023 voor het park staat en je moet naar het toilet. dan kun je de toiletten van Nickelodeon nog bezoeken en de tegelwerk is nog steeds met het slijm en met het... Dat is niet veranderd. Ik heb dat nog een foto van, van mijn eerste juni. Dan zit ik op een Nickelodeon-bankje. Oh, echt waar. Van die bankjes waar Ja, Nickelodeon je had zo'n hele grote fontein stond. met dat slijm en zo erin. Op dat plein eigenlijk, waar nu de Rip Ride Rocket staat... Um, daar had je ook de Boneyard. Ja, dat was een beetje een rare, rare plek. Ja, gewoon midden in het park. Een plek waar alle uh, ja, props, alle dingen... Hè, tijdens veel van die studio tours ook in Disneyland Parijs had je dat... dat er dan de, de zogenaamde echte delen van de sets en uh, dat dat, dat daar dan lag. Uh, ja, dat lag gewoon midden in het park daar. En daar had je verschillende thema's. Want ze hebben een keer met Jurassic Park, hebben ze later uh, in de toekomst nu nog, uh, nog gehad. Maar ja, delen van filmsets, auto's ja. uit films. Uh, dat werd daar gewoon letterlijk neergegooid in de boneyard. En uh, ja. uh, kijk er maar naar. Uh, als we ook op dat plein een beetje rondkijken, hebben we daar uh, Murder, She Wrote Mystery Theater. Uh, ook zo, echt zo'n jaren negentig serie, hein? Murder, She Wrote. Ja. Uh, de actrice is geloof ik vorig jaar nog overleden, of is dat dit jaar geweest nog? Ja, we zitten nu in 1990, dus die is oh, ja. dan over twintig jaar overleden. Sorry, die is in de toekomst overleden. Ja. <laughs> Ja, was een uiteindelijk, de, uiteindelijk spo spoiler alert, in de toekomst overlijdt iedereen. <laughs> uiteindelijk. Duurt even. Ja, het was een 25 minuten durende show uh, waar je ook de opname ja. van de serie kon bijwonen. En, Eigenlijk een beetje hetzelfde uh, uh, ingrediënt ja. met alle vier en, en dat is wel nu in het park. Het is allemaal 20 minuten show, 15 minuten show, 40 minuten show, 25 minuten show, dan is je 20 minuten show. Bij. Ja, het is overal show. Wachten voor een show, zitten tijdens de show en dan weer uit de show. Uh, dus wat ze nu hebben, eigenlijk met schermen, hadden ze toen met shows. Ja, want die Nickelodeon-show was toen de tijd al 40 minuten. Ja. Dus dan had je een, een lange zit. Ja, nou en dan had je daar ook nog eens een keer de echte studio -tram Tour. Want dat was natuurlijk het succes vanuit Hollywood. Hè? Mensen in Hollywood nog steeds, als je daar bent, je gaat in de tramtour. Je gaat over de lot. Je gaat op plekken komen waar je normaal niet kunt komen. Waar je alleen met de tram kunt komen. Waar live wordt, uh, films worden geschoten. Dus. Florida moest ook een tramtour hebben. Treinstationnetje voor die tram. En die tram ging rijden. Alleen die tram rijdt dus over dezelfde straten. Waar iedereen liep. Waar jij ook, waar jij ook loopt. Maar je kunt er niet uit. En het was ook gewoon een tour van, ik geloof, een uur of iets. Wat, uh, wat, je, wat je moest maken. Of langer nog. Waarbij je eigenlijk niks te zien kreeg. Wat niet ook al. Ja, je reed dus hij door was... de straten. Dat waren eigenlijk al, al een soort van neppe sets. Ja, er, er maar was daar niet... liep je ook. Dus die ja. tram reed gewoon tussen de bezoekers die net een ijsje hadden voorbij. Ja, natuurlijk totaal geen ja. echt... Er, er was geen film was daar opgenomen nog. Niet nee. de historie of de... Dus dus uh, ja een beetje, ik wil niet zeggen zinloos, maar ja, nee. best wel dus zinloos. Dus we lopen voorbij deze tram, want hij rijdt hier nu net voor ons voorbij. Ja, ja, ja. ja, ja. We kunnen dit, uh, dit gebied wel natuurlijk langzaam het... uit gaan lopen. Even zwaaien naar de mensen. Even zwaaien. En dan lopen we door uh, uh, waar we in de toekomst uh, uh, Jimmy Fallon zien. Uh, in de toekomst daarvoor ook uh, Twister. Ja. Nou, je maar vindt nu er heel kijk... veel attracties waar we het al heel vaak over hebben ja. gehad. Waar we, waar we hele shows aan hebben gewijd. Waar kijken we nu naar? New York, het Ghostbusters Spooktacular. De, ja. de kazerne van de Ghostbusters. Ja, daar hebben we een keer een aflevering over gemaakt. Uh, leuk om terug te luisteren. Ja. Uh, echt zo'n jaren negentig productie. Uh, ook het beeld, vaak ook de acteurs die uh, in de, in de Ghostbusters-outfits op straat liepen voor Meet and greets en zo. Dat is wel heel ja. jaren negentig. He. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En, en confrontation. Ja, daar kijken we nu recht, recht uh, naartoe. Ja, geweldige, geweldige Dark ja, Runner. Ik, ik heb hem helaas nooit kunnen doen. Ik ken hem alleen, dat gebouw alleen als de Mummy. maar ja dat, dat is nog steeds het, het is bizar dat ritssysteem met ja. die enorme scharnieren die enorme sets die aap de bewegingen dit, dit is een attractie in elk park waar ook de wereld zou dit nog steeds een van de headliners ja. zijn en als je kijkt nu naar 1990 op dat niveau zo'n grote attractie dat, dat is wat je nu hebt met uh, uh, als je een Harry Potter dark ride ingaat, ja. ja. dit was hetzelfde effect de grote Zoiets als dit was, was zelden gedaan. En zeker met zo'n innovatief ritssysteem... dit was nog nooit gedaan. Nee. En nogmaals, ik, ik, luister, ik nodig iedereen uit... luister onze show over, uh, over deze attractie... Het, het is een, een modern wonder der techniek, eigenlijk. Dat ja, is, dat, dat kan niet anders zeggen. En ja, je loopt, je, voor je gevoel loop je echt in het soort romantisch New York. Het echte New York, ja. Niet ja. een Egyptische museum of iets. Nee, je nee we het, lopen echt door New York heen. Het echte New York. En dan zie ik in een zijstraatje onze twee vrienden aankomen in een politieauto. Ja, ja en dat, dat zijn een van de weinige dingen die. Uh, die, er nog die zijn dus nog steeds in de toekomst. Zijn. De, ja, in de toekomst. De Blues Brothers. Ja. Ik ja, vind het nog steeds een fantastische show, een stukje streetmosfeer. Um, ja, ik, ik, ik hou ik, hiervan. Ik ben geen fan van park entertainment. Maar nou, blues... ik ben een fan van goed park entertainment. Mm, i, 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 en met ja. goed park entertainment bedoel ik niet dat een, een net iets te oude persoon op een infantiele manier tegen uh, uh, mij of kinderen gaat praten. Om, om net een beetje, ik weet niet dat het vaak soort van kinderachtig wordt. Ik hou ervan als, als ik gewoon serieus genomen word als bezoeker van een themapark. Ongeacht wie ik ben of hoe oud ik ben. En bij de Blues Brothers, het wordt echt gedaan alsof het echt de Blues Brothers zijn. Ja. Ze roepen je ook op, ze rijden met die auto net als in de films door het park heen. Het is volwassen muziek. Het is leuk voor kinderen die op de muziek dansen. Het is leuk voor volwassenen omdat het herkenbaar is. Um, en ja, het is er is, er is geen, mom geen moment dat het, dat het specifiek op een bepaalde doelgroep wordt toegespitst. Nee en hoe rustig het misschien ook is, er is altijd sfeer. Ja. Absoluut. Absoluut. Ja, ik hou hiervan. Dit, ja, ik dit ook, is echt eh uh, uh, ja, dat vind ik geweldig. Zullen we zullen we New York uitlopen, want ja, uh, dit is in, het, het in, in het midden van het park ligt het meer. En tenminste een beetje in een beetje in het midden, een beetje aan de zijkant. Uh, en dat brengt ons uiteindelijk in San Francisco. Ja en dan komen langs uh, nou en, en de eerste aan onze rechterhand een klassieketje earthquake the big one ja ja ja, ja. ja nou wat, uh, we, ik heb het in de inleiding al over gehad hè, dat dat dit is het hele park is eigenlijk gebaseerd op uh, onderdelen van de tramtour als attractie en een van de dingen was earthquake ja een, uh, ja een, een tramrit waarbij je uh, in een station terechtkomt en het station Tijdens een aardbeving, er komt een trein binnen, die botst op een, uh, op een pilaar. Uh, het hele plafond stort in, er komt een tankwagen naar beneden. Er dondert 10.000 uh, liter water uh, van een trap af. Er is vuur, explosies. En achteraf zie je alles weer resetten. Het staat erop, het staat op beeld, met een hele inleiding ja. van tevoren. Dat je... En je ging weer terug achteruit. Ja, en je ja. ge... hey, Dat was scène. trouwens ook een hele leuke... Want ik heb Earthquake nog gedaan. Ja, ik ook. De voorshow vond ik ook altijd wel leuk. Ja, maar zeker. Er werd echt die inleiding gedaan met... Was met... dat niet gebaseerd op... Towering Inferno, die oude klassieke Universal film. Ja, en je weg, zag echt die grote... Met een roltrap deden ze dingen met een greenscreen, staat we nog bij. Ja, klopt. En uh, een stukje uh, participatie ook uh, soms van... Uh, ja, dat bedoel ik, ja. ja. Dat, met met zo'n roltrap. Ja, uiteindelijk en er werd het een soort met... filmscène en ja. je zag die enorme maquettes uh, maquette, zag ja, je, ja. Van, van Earthquake. Want ja, dit is de tijd dat computer uh, special effects bestond uit het opblazen van een maquette. Ja, en ook de plek erachter waar de ratten bewaard werden voor Halloween Horror Nights. Ja ja ja, ja, inderdaad, ja, ja, inderdaad, ja ja, inderdaad ja, Ja, ja. Het Van Julie, die, ja, was, 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 mooi, was een mooi verhaal. Um, maar ja, geweldige attractie. Ja. Zo maken ze ze dus niet meer. En je kunt het nog steeds beleven in Universal Studios Hollywood. Ja. Ja, nee, zo maken ze niet meer. We zijn in 1990. Nee. In de toekomst maken ze. Niet meer. In de toekomst maken ze ze zo niet meer. Nu We wel. Wat nu is deze net geopend. Ja, we kijken uit over, over het meer. Want in San Francisco heb je nog uh, ook een uh, American Tale Theater. Uh, dat gaat over uh, Fijal. Was toen hot, maar is heel kort hot geweest. Hè? Ja. ja, over een kleine Joodse muis. Die wordt uh, uh, opgejaagd in New York. Goh, en, uh, wie zou dat verzonnen hebben? En, ja, <laughs> ja, Steven Spielberg die zegt, jongens, ik weet niet of jullie nog iets willen, maar ik heb, ik heb, ik de, heb de, nog de een lade, idee. Ja. Ja, ja, een Joodse muis. Een Joodse muis. Uh, maar goed, maar uh, Fijal? Ja, Five All, um, ja was, was toen echt wel echt een dingetje. Twee films, volgens mij, vanuitgekomen. gekomen. Ja, volgens mij wel. Hall An American Tale en Hall Goes West. Dacht bij Fievel heb ik altijd een beetje het uh, gevoel van de reddertjes van Disney. Ja, dat, ja, dat, dat, dat een snap beetje, ik, wel, ik een dat snap wel. Dat snap ik wel. Maar ik vond het wel leuk, films. Voor toen. Ik, Voor uh, toen, ja. ja. Maar goed, een show met uh, die grote kat, die grote rode kat op het podium ook. Um, Oh, hartstikke leuk. We gaan niet het theater in. Zeker niet, voor nu. Zeker niet. En dan, dan lopen we in Amity. Ja. En 4 uh, July. Ja, maar we kunnen nog niet naar binnen. Um, jawel, want alles doet het weer. De, doet het alles weer? Ja, alles Op Openingsdag? Het nee, openingsdag niet. Nee, nee. We, we hebben van tevoren gezegd. Uh, alles doet het gewoon. Oh, alles doet het. Ja, uh, Jaws. Uh, ja, hebben we ook besproken. Aflevering 13 uit mijn hoofd. Ja. Uh, was ons een van onze eerste stukjes amateurtoneel. Ja, ja. Toen, toen <laughs> ging het goed al. Ja. Nee, maar, maar ja, Jaws. Nou, je kunt hem nog steeds doen in, uh, in Universal Studios Japan. Maar ja, uh, natuurlijk technologisch gezien uh, ook weer een attractie ja, die ja, die, die ze tijd zo ver vooruit was uh, uh, dat hij uiteindelijk pas twee jaar later open kon. Echt open uh, uh, open kon. Ik dus geloof op de openingsdag is hij heel even open geweest ja en, en daarna weer Spielberg zat zelfs vast althans dat is de Urban Legend uh, nee één één uh, grote chaos geen maar, helemaal fout maar ja ik vind het wel een heel leuk beetje. ik vind in zo'n geval ik vind bij, uh, bij veel parken vind ik vaak die game galleries en die die spelletjes dingen vind ik een beetje opgedrongen maar in dit gebied, omdat het 4 July, het moest een kermis zijn, ja. dan, dan klopte het wel een beetje. Ja. En dat vind ik ook bij de Simpsons, waarbij je in Crusty Land bent bijvoorbeeld ergens verder. Ja, in de daar de hoort het bij. Ja, ja daar hoort het erbij. Nou, maar wat van Emmettie ook mooi was, als je uh, letterlijk het station uitvaarde. Uh, je had ook het gevoel echt dat je ver weg was. Ja. Uh, je ging de hoek om en het was natuurlijk een hele hoge berm om je heen. En, en die huisjes. En. Uh, ja, ja ik had een niet een hele... goede attractie. Ja, ik had niet het gevoel van... oh, ik ben backstage ergens. Je had echt het gevoel van... nou, ik wil niet zeggen OPC, maar wel op meer... Nee, maar meer... het was gewoon echt een hele goede attractie. was, goede... was echt een hele goede, goede attractie. Goede attractie. attractie ja. Um, ja, en dan kwamen we uit bij The bij Lagoon... Ja. Eigenlijk, eigenlijk het grote meer waar we, waar we het al de hele tijd over hebben. En dan had je een, een enorme stunt-show met speedboten. Met... Over ramps heen, et cetera. Ja, met, met waterskiën, heel met Fies explosies. Ja, ja, maar heel Miami Vice. Was Miami Vice in die tijd een universal productie? Net als dus A-Team? Miami Vice zat wel in andere dingen, ook in Hollywood. Dus het kan best zijn... Misschien dat het toch een soort link daarmee ja. had. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En dan kwamen we in het gebied, wat, ja, dat heet het Expo Center... Ja, want we slaan eigenlijk de hele hoek over waarin de toekomst man in black komt. Uh, in feite ook. Uh, Fear factor. Fair factor. Back to the future. Back to the future. Ja, je zou het denken, gebouw staat er al. Het gebouw staat er al. We kijken er nu al naar. Maar hij gaat pas over twee jaar open. Ja, dat, ja was spannend. Ook, was ook, ik, vind, uh, ik vind het nu al spannend. Ja, ik ben benieuwd wat daar binnen te zien is. Ja, ja. ja, ja, ja zeker weten. Ja, en dan komen we natuurlijk in het gebied. Het, zoals je al zei, het Expo Center. Wat een beetje, als je kijkt, nu een raar gebied is. Als je weet wat hier in de toekomst komt, is het nu een beetje. Ook dit een stukje grond is vervloekt ja en dan zien we hier aan onze linkerhand als we dit gebied binnenlopen de animal actors stage uh, een leuke show met dieren of uh, ja. qua filmsets ja wat, 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 wat kun je huisdieren laten doen in een film ja vond ik een leuke show althans ja. ik heb hem in Hollywood gezien uh, daar was hij toen leuk uh, ik heb hem hier voor het gezien weer een show ja dat, uh, dat is nu in ja. 1990 zo aan en, je rechterhand ja daar zie je wel iets heel leuks uh, uh, de klassieker uh, E.T. adventure ja de enige Attractie die er waarschijnlijk over 23 jaar nog steeds is. Over 33 jaar, sorry. Nog ja, steeds precies. Is. Ja. ja, als we echt de toekomst in kijken. Ja, nog steeds. Toen al. Maar kan je je voorstellen, nu. ook voor die tijd van nommers. Dit is voor droomvlucht en dergelijke. Uh, en. Uh, ja, twee jaar, twee jaar voor droomvlucht. Ja. Drie jaar voor droomvlucht. Ja. ja? ja? ja. ja. En een attractie waarbij je uh, vliegend op een fietsje door een, uh, door een wonderlijke wereld uh, heen gaat. Ja, ja gaaf. We hebben we het al een keertje een ja, aflevering toch? over gehad? Absoluut, ik echt een ja, top-attractie. Ja, en nog steeds, ik vind het nog steeds een van mijn favoriete attracties. Gewoon ja. echt een klassieke dark ride. En als je denkt, it e uh, klassieke dark ride, schattig, familievriendelijk. En dan kijken we iets verder, uh, uh, dan denk ik altijd meteen aan Psycho 4. Ja, <laughs> ja, ja. <laughs> eigenlijk kijken we nu uit op het, het Psycho House, wat daar stond. Wat begin jaren negentig kwam er een nieuwe serie, een, 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 een vierde film, The Beginning. Die werd daar opgenomen en dat huis hebben ze laten staan hier in Universal Studios als, als set waar mensen ja, op de dus konden het, kijken. Ja, dat is Bates House, zeg maar. Ja, dus je hebt een soort spookhuis naast IT e. staan, wat je ook niet meer in de toekomst kan uh, uh, inbeelden. Nee, 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 nee. Dat is echt een heel bijzonder stukje the themapark. Ja, en als we een stukje voorbij uh, het Bates Motel lopen... Uh, in de toekomst zouden ze hier iets met een kidszone moeten doen. Dat zou wel leuk zijn, ja. Iets ja. met een Vekoma-achtbaantje. lijkt ja, me, me leuk. Mooi gebied. Lijkt me leuk, lijkt me leuk. vinden we het Hard Rock Hotel... Nou, het Hardrock oh, Café. Oh, café, ja. je daar Ja, En dat is later eigenlijk exact op die plek ook het Hardrock Hotel, uh, wat daar wordt gebouwd. Maar dat is heel grappig dat daar in dat hoekje al een Hardrock Café ja, zit, nu op dit moment. Ja, ik, vind het, ik ben altijd een fan van Hard Rock Café. Goed, en en leuk in de vorm van een gitaar, ja, café. Ja, tof toch? Ja, is leuk, leuk. Tegenwoordig maken ze een verticaal, althans de Hard Rock Hotels. Ja, maar toen was hij zeg maar, maar van de bovenkant een platte, te zien, uh, uh, een platte zag, gitaar. zag hij eruit als een, als een gitaar. Ja, het is, het is een heel gek gebiedje, want je hebt ook nog de Swamp Thing set, heb je daar al. Eigenlijk is dit zo'n beetje van, oh ja, we hebben nog allemaal platte grond uh, over waar we niks mee kunnen. Nou, we zetten maar een filmhuis neer en een ding en, uh, je ziet nog steeds dat dit gebied eigenlijk het slechtst ontwikkeld is van het hele park. Het is een ja. beetje zo'n doodlopend hoekje. hoekje. Ja, nee, ja. En misschien dat daar ook wel uh, de, de, de verdoemenis van dat Beetshuis vandaan komt. Je weet ja, het niet. zou kunnen. We zijn alweer bijna het park uh, rond, want we komen in het laatste themagebied uh, Hollywood. Ja, vooral veel winkeltjes. Heel veel winkeltjes. En uh, ik heb al een tijdje geen shows gezien. <laughs> nee, hebben ze hier nog shows? We moeten ergens naar binnen. Uh, de, de Gory, Gruesome, Grotesque Horror Make-up Show. Nog één keertje? De Gory, Gruesome en Grotesque Horror Make-up Show. Ja, toen al lange titels. Ja, ja, even serieus. Maar het is nu toch gewoon, uh, in, in de toekomst zouden ze hier gewoon de horror make-up make show. Make-up show, ja. Ja ja gewoon één theater uh, de enige uh, optie in dit gebied in de toekomst zien we een andere attractie hier uh, verschijnen ja weer een show ja A show show shows show show shows en uh, uh, echt uh, ja wereldklasse attracties wat opvalt geen achtbanen nee geen enkele maar geen wel spinning rides geen spinning rides geen invils, nee geen speeltuinen nee wel één schermattractie al toen ja, al? Jimmy. Of, uh, sorry, de Henne barbera Hanna-Barbera, ja. uh, inderdaad. Uh, maar wel een, een attractiepark met, met een enorme, ja, grote mix aan attracties. Niks te doen voor kinderen. Nee. Toen al niet. Nee. Nee, nu je het zegt. Nee, IT misschien een beetje, maar daarna nee, houdt het dit, echt wel op. dit is echt een park van een beetje acht, negen jaar en ouder. Ja op ja. die tijd. Er zitten best wel veel spannende dingen in, ook best ja, wel een beetje ja, ja, zeker. creepy dingetjes. Uh, Kijk, confrontation natuurlijk, Ghostbusters. Ja, uh. ja, we zijn het park weer rond. We staan weer terug via de frontlot bij de main entrance. Ja. En en je, je kon je auto echt voor de deur parkeren? Ja, echt voor de deur. De, dat, je dat... kan je eigenlijk als we nu even vanuit de vanuit de 2023 bril kijken, gewoon waar nu City Walk is en waar nu uh, de, de, de globe staat. Ja. Dat is allemaal gewoon parkeerterrein. parkeerterrein. Dat is gewoon Terrein. één groot geasfalteerde vlakte. Waar je letterlijk echt je auto voor de deur kunt parkeren. Dus als je dacht van, oh, mijn autoradio zit er nog in, kon je nog teruglopen. Ja. Dat was die tijd. Ken je dat nog? Ja, ja, ja ha -ha. dat je je autoradio eruit je moest halen. Je vriendje moest eraf. af ja, nee, je eerst, Ja, eerst. aan ja, ja. het begin <laughs> moest, je, moest je je hele autoradio halen. Ja, klopt. Ja. kan mensen met z'n hele koffer aanzetten. <laughs> mooie tijd ja ik vond het weer leuk om dit weer keren te doen ja goed ja, ja het is ook wel weer een trip down memory lane en ja, en het um, oude logo de oude folders, oude folders het ja zit weer heel goed we zullen wat, dit kaartje wat 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 heel leuk delen? is is dat uh, uh, daar stond al zo'n grote kloop stond daar voor de deur te draaien en die kloop die vind je tegenwoordig in Hollywood ja ja, ja die is, het is verhuisd ja dat is ja. toch leuk de, uiteindelijk wordt alles gerecycled. Zeker. We hebben een nieuwe arts gekregen en een nieuwe Globe. En ja. heel veel nieuwe attracties. Ja, 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 zeker, ja. Weten, zeker weten. En willen mensen weten hoe het park er nu bij ligt? We hebben vorig jaar, twee jaar geleden, hebben we ook een rondje opgenomen door het huidige park. Ja, en die zal ik even in de show notes delen, de, of, uh, de aflevering. Ja, en dan kunnen mensen het. Altijd leuk. En dan is ook altijd handig als je een, een tripje hebt gepland. Dat dus ja. je al weet wat kun je verwachten ja. ja. Ik vond het een leuke trip. Ja, absoluut. Ik ook. En uh, ja, vond jij dit nou ook een leuke show? Vergeet dan niet een, een rating achter te laten uh, op je favoriete podcast-app. Ja. Duimpjes omhoog te doen op Instagram. Of uh, een foto uh, via onze foto www.upperlotpodcast.nl. Daar kan je klikken op een ja. foto-geven. Geheel vrijblijvend. Uh, maar vooral blijf luisteren naar onze podcast. Absoluut. Dus ik krijg heel veel leuke feedback. Absoluut. En, uh, ik kijk uit naar de volgende nou, aflevering. Anders, ik wel niet. Je luisterde naar de Upper Lot Podcast. Wil je meer weten? Ga naar upperlotpodcast.nl of volg ons op alle sociale kanalen via Upperlot Podcast.